De Rotary Rotaract en Interact organiseren vandaag en morgen een tweedaagse leiderschapsconferentie. Deze is bestemd voor jongeren tussen 14 en 30 jaar. Deze conferentie is onderdeel van de Rotary Youth Leadership Awards, Raila. Volgens Stephen Alfaisi, voorzitter van de Raila-commissie 2022, worden de jongeren in dit weekend uitgedaagd om hun leiderschapskwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit zal gebeuren door middel van kennisvergaren, beweging en ontspanning. Alfaisi vertelt wat het doel is van deze tweedaagse conferentie. We hebben experts gehad die trainingen hebben verzorgd, skills bijgebracht aan de jongeren. Expert die in het bankwezen mensen, dus we hebben jonge bankiers uitgenodigd. We hebben jonge ondernemers uitgenodigd. We hebben ook, maar ook leiders als het gaat om verandermanagement hebben we uitgenodigd om de jongeren skills bij te brengen. Dus het is een heel interessant gebeuren geweest. We hebben ook een mini-fair gedaan waarbij we jonge ondernemers hebben uitgenodigd. Die geen deel zijn van dus de training, maar gewoon ondernemers, om hun verhaal te vertellen. Van hoe is het dat ze in principe zijn begonnen als ondernemer? Hoe staan ze er nu voor? Wat waren de challenges? Maar ook wat zijn de positieve dingen om ondernemer te zijn? En er hebben ongeveer 150 jongeren deelgenomen. In de leeftijdsgroep van 14 tot 30 jaar aan deze training. Alfaisi geeft verder aan dat de Raila jonge mensen helpt om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, terwijl ze plezier hebben en verbindingen leggen. Een van de belangrijke speerpunten van de organisaties is het investeren in jonge mensen. Investeren in jonge mensen belangrijk, is heel belangrijk omdat zij de future leaders zijn. En dat weten we. Toen ik klein was, keek ik op naar mijn leiders, maar nu ben ik in de positie ook om leiding te geven. Dus als je niet in ze investeert, dan mag je bijna de resultaten verwachten van bad leadership. En zo hebben we toen besloten als thema te kiezen voor dit jaar entrepreneurship, dus het is ondernemerschap, en SDGs. De SDGs zijn heel erg belangrijk als je als leider visie ontwikkeld van, ik denk niet alleen aan nu, maar ook aan de toekomst. Van hoe moet ik mijn bedrijf inrichten dat ik minder of weinig impact heb op mijn omgeving. Of dat ik een zodanige bijdrage doe aan de gemeenschap. Dus ik denk niet alleen aan mezelf, maar ik denk ook aan de toekomstige generatie. Naar schatting ontwikkelen elk jaar zo'n 50.000 jonge mensen wereldwijd hun leiderschapsvaardigheden door deelname aan de Raila.